Ik ben Nicky Smit van Monobanda. En samen met 4 vrienden / afstudeergenoten heb ik het bedrijfje Monobanda opgestart. Monobanda is een gamebedrijf. Maar wel een gamebedrijf 2.0. We maken namelijk niet alleen games op het scherm, maar we maken ook games in de echte wereld. Magische ervaringen voor in musea, evenementen, festivals. Ik ben samen met mijn collega Lieselore ga ik over de beeldende kant. Dus wij zijn de ontwerpers. Daarbij zijn we met z'n vijven gewoon game designer. We zijn allemaal bezig met het ontwerpen van het concept, met elkaar discussiëren wat er wel en niet aan werkt en daarop verbeteren. Bomen is een van jullie meest recente projecten. Wat voor game is dat? Het is ik denk dat hij het best omschrijven is als een zen game. Het is een spel wat geen doelen heeft, wat je ook niet uit kunt spelen en wat je ze nu en dan even oppakt om te relaxen. Op dezelfde manier als je bijvoorbeeld Nintendogs zou spelen. Eigenlijk een interactief tijdverdrijf tussen de grote spellen door. En met visuele impulsen probeer je ook verwondering op te wekken? Want verwondering lijkt mij een vrij lastige emotie om weet je, met een game op te wekken. Oh nee, verwondering zit juist in heel veel spellen. Dat is denk ik waarom we zo graag naar de eindbaas willen toewerken en waarom die altijd zo groot zijn. Zodat we dan kunnen kijken van wauw, dit is weer een stapje verder en een stapje hoger. Dus ik denk juist dat verwondering een van de beste emoties is die games te bieden hebben. Bij Boom willen we dat vooral doen door ze telkens te belonen met nieuwe magische ervaringen, met nieuwe landschappen, nieuwe hypnotiserende muziek, nieuw spel van licht en beeld. Maar eigenlijk alles heel, heel klein en heel ingetogen. Een beetje tegenovergestelde van wat de meeste games tegenwoordig zijn. Heb jij zelf ook een opleiding in games gedaan? Ik en mijn 4 collega's zijn tegelijkertijd afgestudeerd van dezelfde opleiding. Dus we waren klasgenoten. En dat is de opleiding Design for Virtual Theater and Games van de HKU. En dat is de oudste gameopleiding van Nederland. En een beetje een rare gameopleiding, omdat die je niet opleidt tot werknemer in de game-industrie. Maar je opleidt om op een nieuwe manier na te denken over game design. En van die achtergrond hebben we met z'n vijven eigenlijk een gezamenlijke band geschept die nu Monobanda heet. Wat moet een goede gameontwikkelaar volgens jou kennen en kunnen? Ik denk dat een goede gameontwikkelaar moet kunnen durven om naar nieuwe oplossingen te zoeken in plaats van de oplossingen te gebruiken die er al zijn. Om een voorbeeld te geven, waarom hebben we nog steeds zoveel energiebalken in ons beeld staan, terwijl je dat ook kan aanduiden met gerafelde kleren, blauwe plekken, wat al niet. Allemaal veel originelere en visueel interessantere manieren om aan te duiden dat je bijna dood bent. Wat vind je van het initiatief van Games of Experience? Ik denk dat het heel goed is. Toen ik nog op school zat, vroeg ik me inderdaad ook af hoe kom ik in godsnaam in de game-industrie terecht. En nu als gamebedrijf ga je toch wel altijd op zoek naar de beste stagiaires. En die kloof is vaak nog te groot. Dus het is mooi als die inderdaad wat dichter naar elkaar toe worden gebracht. Niet alleen voor de studenten, maar ook voor de bedrijven om gewoon lekker te vissen in die vijver van talent. Nou weten jullie dat Games of Experience workshops geven. Denk jij dat je cursisten iets zou kunnen leren? Er zijn wel een aantal vaste regels. Maar ik denk mensen leren hoe game design werkt. Er is vooral veel communicatie voor nodig en vooral veel naar je eigen dingen kijken. En daar kun je absoluut mee helpen door van tevoren al problemen te onderscheppen en mensen te wijzen op, kijk hier nog eens wat beter naar. Zodat je eigenlijk meer richting geeft naar de oplossingen die ze zelf moeten vinden.